Goedendag beste kijkers en welkom bij de 47e aflevering van ATV COVID-19 Update. We waren enkele dagen eruit vanwege de hele hype rond de verkiezingen. Die hebben wij u sinds 25 mei gebracht en elke dag daarna brengen wij u updates totdat alle stemmen zijn, alle resultaten binnen zijn en officieel zijn verklaard, zullen wij uw verkiezingsupdate brengen. Maar we moeten dit programma voortzetten, omdat deze ziekte die Suriname en de hele wereld in haar ban heeft, is er nog steeds en we moeten ons nog steeds beschermen hiertegen. De teller, als we kijken naar de COVID-19 website, dan zien we het volgende. Er zijn intussen 12 COVID-19 besmette personen, waarvan 9 genezen zijn verklaard en 1 persoon is helaas overleden. Intussen zijn er 387 personen in quarantaine. En natuurlijk goed nieuws, de kinderopvanginstellingen mogen vanaf 1 juni weer open. Natuurlijk moeten zij de COVID-maatregelen in acht nemen, natuurlijk de leidsters van de opvanginstellingen. Want er is een protocol geschreven waar de instellingen zich aan zullen moeten houden. Onze gast van vandaag is Dr. Bean, Jimmy Bean. Hij is KNO-arts en we hadden hem eerder in het programma. En nu de maatregelen aan het versoepelen zijn, willen we toch wel weten hoe het verder gaat. Als we niet meer bang hoeven te zijn voor COVID-19. Maar dat laten we over aan de deskundigen. Welkom, Dr. Bean. Hartelijk dank. En u bent in het wit gekleed, dus waarschijnlijk is uw praktijk weer open, neem ik aan. Ja, ik moet straks weer aan het werk. En worden de maatregelen nog steeds in acht genomen? Jawel, jawel. De maatregelen worden nog steeds in acht genomen. Maar het is wel duidelijk dat wereldwijd eigenlijk het probleem met het SARS-CoV-2-virus aan het afnemen is. Dat is wel duidelijk. Als je dus kijkt, als we bijvoorbeeld Nederland als voorbeeld nemen, dan zitten er op dit moment op de IC in Nederland nog iets van 180 of 186 mensen. Waar het er boven de 1000 geweest zijn en waar ze de angst hadden dat het rond de 1600, 2000 mensen zouden worden. Dus, laat me zeggen, het lijkt nu beheersbaar. Mm-hmm. Het lijkt beheersbaar. Nee. Moeten we nog bang zijn? Bang waarvoor? Dat je besmet raakt, want er is nog 1 persoon positief getest, terwijl de maatregelen worden versoepeld, krijgen we een niet zo leuke melding ten midden van die hele verkiezingsdrukte van hey, er is nog 1 persoon positief getest. Maar met alle respect, het is een non-issue. Want op 650.000 Surinamers is er 1 persoon besmet. Is een non-issue. Oké, dus de mensen hoeven niet bang te zijn. De overheid kan doorgaan met het versoepelen van de maatregelen. Ik moet zeggen dat onze overheid, dat moet ik ze meegeven, die hebben de zaak goed aangepakt. En nu hebben wij enkele, laten we zeggen, gunstige omstandigheden. En dat is dat ons klimaat en de luchtvochtigheidsgraad die we hier hebben, maakt dat het virus eigenlijk slecht kan overleven. Mm-hmm. Okay. Want als je kijkt waar de grote uitbraken geweest zijn van het virus, dan waren het in wat iets koudere klimaten, tussen de 4 en de 17 graden, met een luchtvochtigheidsgraad van beneden de 50%. Mm-hmm. En wij zitten in de tropen, zitten we daarboven, en onze luchtvochtigheidsgraad is heel groot. Kijk, het probleem is, of lijkt te zijn, Dat heb ik vorige keer ook al met u besproken. Ja. Dit virus verspreidt zich via droplets. Ja. Dus, laat maar zeggen, spuugdeeltjes. Ja. De spuugdeeltjes, die worden omringd door vochtigheid die in de lucht zit. Mm-hmm. En hoe meer vocht er in de lucht zit, hoe zwaarder zo'n spuugdeeltje is. Okay. Dus du moment dat je het uitspuugt en de luchtvochtigheidsgraad hoog is, dan valt je op de grond. Ja. Zie je?
Is de luchtvochtigheidsgraad laag, dan blijft hij langer eigenlijk in de lucht zweven. Ja. Zie je? En dan heb je er meer klachten van. Dus wij hebben het voordeel in ons land hier dat we een tropisch klimaat hebben met een hoge luchtvochtigheidsgraad. Wat maakt dat de besmettelijkheidsgraad van het virus voor ons in de tropen hier minder is. Mm-hmm. En als we hebben gekeken naar die hele verkiezingen, de manier waarop er is gestemd. Je hoort een heleboel mensen praten over van, ik zou zeggen schreeuwen, maar ze praten erover van, moeten we dan niet bang zijn, mensen, die social distancing is niet in acht genomen, we zijn bang, straks krijgen we weer een uitbraak. Kunt u dat uit de wereld helpen? Er is één persoon besmet in Suriname nu. Waar gaat het over? Maar, dus ik bedoel, kijk, dat hele ding met de social distancing die niet in acht werd genomen, dat heeft in Suriname kennelijk niet zo heel veel effect gehad. Nu moet ik wel zeggen dat je zal net zoveel besmette mensen treffen als je meet. Ja, precies. Toch? Ja. En ik heb het de vorige keer ook over gehad. Dat de meetmethode die aangewezen is hiervoor, de PCR-methode, is een duur onderzoek. Dus mensen worden maar beperkt in feite in Suriname getest op het coronavirus. En je zal net zoveel besmette mensen testen, net zoveel besmette mensen vinden als je test. Mm-hmm. Kijk maar wat er in Amerika gebeurd is. Ja, meneer Trump zei ook, er waren niet zo heel veel besmette mensen. Maar ja, als je niet test, dan weet je het niet. Maar moet je dan niet aan de andere kant bang zijn, want dan weet je niet hoeveel besmette personen daar buiten zijn. Of moet je toch niet bang zijn? Of zou het al moeten blijken als ze er waren? We hebben niemand op de IC meer liggen in Suriname. Okay. Dus waar gaat het over? Is een non-issue. Okay. We hebben niemand op de IC meer liggen in Suriname. We hebben in onze ziekenhuizen hebben op dit moment geen mensen die ernstig besmet zijn met het SARS-CoV-2-virus. En die daar aan dreigen dood te gaan. Dus in Suriname hebben we niet zoveel problemen ermee. Ja, en over het virus zelf. Ik heb ook zo'n doorstuur-appje gehad op mijn telefoon waarbij in die app wordt gesteld dat in Italië de artsen hebben ontdekt dat het niet om een virus gaat, maar om een bacterie. Dus daarom zijn er zoveel mensen doodgegaan, want ze konden het gewoon bestrijden met antibiotica. Ja, kijk, dat verhaal geloof ik niet zo, moet ik zeggen. Want ik heb geen wetenschappelijke publicaties kunnen vinden waarin aangetoond is dat het om een bacterie gaat. Bovendien is het zo dat mensen initieel, toen er echt nog niets bekend was over dit probleem, zijn mensen ook met antibiotica behandeld, maar die gingen ook dood. Ja. Die gingen ook dood. Dus er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het om een bacterie gaat. Vooralsnog gaan we ervan uit, van alle publicaties die ik gelezen heb, dat het om het coronavirus gaat. Kunt u misschien aangeven wat het verschil is tussen een bacterie en een virus, zodat mensen kunnen zien dat werkelijk geen bacterie, maar een virus is? Nou, er zijn wel belangrijke verschillen. Kijk, laat me aangeven, het coronavirus, waarmee wij geconfronteerd worden, er zijn 6 stammen van coronavirussen die bij de mens problemen kunnen veroorzaken. Coronavirussen die zijn eigenlijk vrij simpel van constructie. Mm-hmm. Vrij simpel. Ze hebben een RNA-streng. Dus dat is eigenlijk één genetische streng hebben ze. Ja. Ze hebben wat enveloppen om zich heen, een eiwit-enveloppen om zich heen. En ze hebben nog laat me zeggen. Kijk, als je naar het coronavirus kijkt. Hè? Ja, we zien het hier. Precies. Hij heeft 100 van die steeksels om zich heen. Ja. 100. Die 100, daarvan zitten er 3
om elkaar gestrengeld. Mm-hmm. Drie zitten om elkaar gestrengeld. Wat er gebeurd is, kijk, als je naar die stengels kijkt, ja, dan wordt één zo'n stengel, mm-hmm, wanneer je geïnfecteerd wordt door het virus, wordt als het ware geprojecteerd in een menselijke cel. Mm-hmm. Ja? En dan hecht hij zich aan die cel. Mm. Hij hecht zich aan die cel. En het blijkt bij mensen zo te zijn dat dit virus zich met name aan een bepaalde receptor, heet het ACE2-receptor, hecht. ACE2E-receptoren zitten met name in de longen, in de nieren, in de darmen. En daarom krijgen mensen zoveel longproblemen. Mm-hmm. Zie je? Want wat er gebeurt is dat wanneer dit virus zich dus aan die cel hecht, mm-hmm, dan penetreert hij die cel, mm-hmm, onze menselijke cel. Ja? En wat hij doet is, en dat is zo opmerkelijk, dat zo'n klein raar beest, ja. Ja, die gaat vervolgens de regie overnemen in onze cel. Vreselijk. Hij gaat ons DNA, dat we hebben, gaat hij dicteren om zichzelf te repliceren. Zo. Zie je? Ja. Hij gaat ons DNA dicteren om zich te repliceren. Dus wat er nu gebeurd is, er komt één virus in zo'n cel, mm-hmm, en er komen duizenden virussen eruit die gerepliceerd zijn door ons eigen DNA. Gewoon gedupliceerd, meer. Precies. Dus gewoon zoals ons lichaam dat zelf doet. Precies. Ja. Want eigenlijk wordt de regie overgenomen, ja, door zo'n virus in onze cel. Zie je? Goed, bacteriën zitten anders in elkaar. Ja. Die hebben meer DNA en die hebben een andere structuur. Goed. Dus het is een virus. Dat is duidelijk bewezen. En we hadden het eerder over het langzaam normaliseren van, ja, het terugbrengen van die strenge maatregelen. De opvanginstellingen gaan langzaam open. Straks volgen de scholen. U heeft die praktijk weer open. Is dat wel goed? Kunnen we in die vaart doorgaan? Ja. Ik denk dat het goed is. Want weet je wat het ding is? Kijk, we zijn een beetje overspannen ook bezig geweest met dit probleem. Ja. Waarom? Omdat het een nieuw virus is. Tenminste, niet een nieuw virus, maar een nieuw ziektebeeld. Ja. Waarvan wij niet wisten en deels nog steeds niet weten hoe het uiteindelijk zal uitpakken. Ja. Toch? Maar als je nagaat dat er inmiddels, laat maar zeggen, 336.000 mensen wereldwijd zijn overleden aan dit virus. Mm-hmm. Maar dat er per jaar 800.000 mensen overlijden aan de HIV bijvoorbeeld. Ja. Dan zijn we er ook een beetje overspannen mee bezig. Aan de influenza overlijden er ook heel veel mensen. Zie je? Dus ik denk dat eigenlijk de manier waarop we ermee omgegaan zijn, de draconische maatregelen die getroffen zijn, dat die een beetje overspannen waren. Maar ik kan het wel begrijpen, want het is nieuw. Ja. En als je het niet begrijpt, dan raak je een beetje in paniek ook. Zie je? Je raakt een beetje in paniek. En dan ga je inderdaad draconische maatregelen treffen. Ik vind het prima dat wij een beetje gaan normaliseren. In Nederland, Frankrijk, overal, all over the world is besloten eigenlijk om vanaf juni zo'n beetje de zaak weer open te gaan stellen. Ja. Ja? En ik denk dat het gewoon goed is. Want kijk, het is wel duidelijk dat bijvoorbeeld, kijk, kinderen hebben weinig last van dit SARS-CoV-2-virus. Toch? Dus om de scholen te sluiten was een draconische maatregel, denk ik. Maar goed, ik begrijp het wel. Mm-hmm. Ik begrijp het wel. Dus de scholen konden, ja, maar net wat je zegt, je weet wel. Het niet. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Maar goed, weet je, dit is achteraf redeneren. Dit is achteraf redeneren. Maar je ziet, die scholen gaan weer open nu, toch? En wat duidelijk is, twee groepen moeten wij beschermen. En dat zijn de ouderen, ja, en mensen die iets onder de leden hebben, de immuungecompromitteerden. Legt u dat uit? Ja, dat zijn mensen die dus, waarvan het immuunsysteem om de een of andere reden
niet goed functioneren, dat ze medicatie gebruiken of dat ze een ziekte hebben, dat ze kanker hebben, hypertensie, diabetes, weet je. En dat ze daardoor het hun immuunsysteem niet goed werkt. Ja. Dat zijn de twee groepen die we moeten beschermen. Maar over het algemeen onder de 50 jaar, geeft dit SARS-CoV-2-virus niet zo heel veel problemen. Er zijn natuurlijk wel mensen onder de 50 die overlijden. Ja, maar dan, die hebben dan... Dat is duidelijk. Maar goed, als je dat vergelijkt met hoeveel mensen er aan kanker overlijden en verkeersongelukken, dan is dat niet zo heel veel. En u zei net, van die oudere mensen die moeten we beschermen. Maar we zien dat ook de tehuizen, mensen mogen weer naar de oudjes. Bijvoorbeeld de bejaardentehuizen worden weer opengesteld voor bezoek. Ja. Nou ja, goed, daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn. Want het SARS-CoV-2-virus, dat maakt de meeste slachtoffers bij mensen boven de 70, 80 jaar. Want die zijn op de een of andere manier toch erg kwetsbaar ervoor. Ja. Dus daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn. Dus ik kan wel begrijpen het advies dat, dat er gezegd wordt van, weet je, zet die mensen een beetje apart als het ware en ga niet te veel op bezoek. En zo. Want jongeren die kunnen dat virus ongemerkt met zich meedragen. Ja, dus ze worden er niet ziek van. Ja. Mm-hmm. Maar ze kunnen wel oma of opa besmetten. Dus uw advies zou wel dat men toch die maatregelen in acht houdt om die mensen... Die twee groepen inderdaad, ouderen en mensen die immuun gecompromitteerd zijn, die een probleem hebben. Die moeten even een beetje, als het ware, laat maar zeggen... beschermd worden. Ja. Beschermd worden. Dus eigenlijk wat dat betreft is het een voor beetje de rest snel. Kan wat mij betreft, maar goed, ik heb het niet voor het zeggen, maar wat mij betreft kan voor de rest alles weer opengegooid worden, want we zijn er een beetje overspannen mee overgegaan. Als je mee omgegaan, maar als je dus kijkt wat voor effect dit hele gebeuren heeft op de wereldeconomie. Dat is desastreus. Het is desastreus, hè? Ja. Het is desastreus. Ik bedoel, kijk maar hoeveel mensen nu geen werk hebben. In de horeca bijvoorbeeld. De luchtvaartmaatschappijen gaan kapot. Cruisemaatschappijen gaan kapot. En ik denk dat dat een beetje overspannen geweest is. Maar ik stel me zo een cruise ship voor waar mensen zo opgepakt op het... Oké, dat is waar. Dat is waar. Want weet je wat dat ding is? Op zo'n cruise ship is er een luchtcirculatiesysteem. Ja. En dat is fataal. Dus dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Het gaat met name om eigenlijk die luchtcirculatie... Ja? Die maakt dat het virus blijft rondcirculeren. Ja. En wanneer er sprake is van ventilatie, zoals in de tropen bijvoorbeeld, dan is het probleem veel minder. Ja, dat omdat het niet hangen. Het verwaait. Het verwaait. De gyms kunnen gewoon normaal open. Gyms, horeca. Als het goed geventileerd is, geen enkel probleem. Dus als je bijvoorbeeld, een advies zou bijvoorbeeld kunnen zijn als je naar een cafeetje zit, liever buiten. Zit liever buiten. Buiten is het probleem eigenlijk veel minder als wanneer je met elkaar in een ruimte opgesloten zit. Want het gaat er met name om de duur van de expositie aan het virus. Dus hoe lang ben je blootgesteld aan zo'n virus? En als je dus buiten zit, dan verwaait dat ding. Ja, toch, want je zegt, u legde uit, door die vochtigheid gaat hij niet zo lang treffelen in de lucht. Precies. Ja. En als je in een ruimte bent... Kijk, de uitbraken die we gezien hebben... Mm-hmm. Ja, in Bergamo, in New York, in Seattle... Dat komt eigenlijk ook omdat mensen gedurende langere tijd... aan elkaar geëxposeerd zijn geweest. Het zij dat ze op festivals zijn geweest... Of gewoon binnen door het klimaat dat je met elkaar op... En dat de ramen dicht zijn. Okay. Zie je? Daar komt het eigenlijk vooral door. Maar als er sprake is van ventilatie, zoals in de tropen... Yeah.
dan is het probleem veel minder. Okay. Nu zou je kunnen zeggen van oké, maar Brazilië ligt ook in de tropen. Ja. Maar Brazilië heeft een groot probleem. Ja. Maar ja, daar hebben ze maatregelen niet in acht genomen. Precies. Bolsonaro is een eigenwijze man. Dus het staat en valt met de maatregelen die worden genomen door de regering. Precies. Okay. Je moet ook maatregelen in acht nemen. Nou, we hebben lang gebabbeld. Ik vond het heel fijn. Dank u wel voor uw komst naar de studio en succes straks in uw praktijk. Is het uw eerste dag trouwens? Nee. Dus u bent al langer begonnen. Dank u wel voor het willen kijken naar ook deze 47e aflevering van de ATV COVID-19 update. We hebben gesproken met dokter Bien en heeft aangegeven van dat de maatregelen, het versoepelen van de maatregelen juist goed is, want we kijken ook naar de economie die bijna in elkaar valt. En dat de mensen, vooral de kleinere ondernemers, nu de kans krijgen om weer hun centjes te gaan maken. En natuurlijk, u kunt dit programma nazien op ons YouTube-kanaal, ATV Suriname. En voor de herhaling, na het nieuws van 6. Voor een nieuwe aflevering zijn we morgen bij u. Nee, vandaag is vrijdag. Zijn we maandag bij u terug. Ik groet u. Dag.